ijswedstrijd op het programma? De hele tijd naar kijken. Jan Nagelkerk. Ja! Ja! Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is dinsdag en er staat vandaag een ijswedstrijd op het programma. Die wordt één keer in de 2 of 3 jaar gehouden, denk ik, als ik het goed weet. En Jan heeft al een keer meegedaan, het was in Amsterdam, buiten. Dit keer is het in Breda, op de school van Stan en Eline, dus hartstikke leuk. Dus die gaan ook mee. En Jan moet om 2:30 of 3 uur, geloof ik. En het is nu 12:30, we gaan zo rijden, zijn we er om 1 uur. Even kijken hoe de anderen het doen. Opa en oma halen de kinderen uit school. Het is zwemles voor junior free runnen voor Malief. De uitslag is pas na 6 uur, geloof ik. En we hebben echt nagedacht eerst wat voor ijs. En ik vond lemon meringue, iets met lemon meringue wel leuk. Dat is ook wel een beetje standaard. En, of iets met amarenekersen en schuim, een beetje skitaartachtig. Maar Jan kwam op het idee om krompoezenijs te maken, omdat dat natuurlijk de hype nu is. Om daarop in te spelen. En daar kan hij ook een heel lekker ijsje van maken. Dus die is ook eventjes naar de bakkerij. Die heeft vannacht gewerkt. Daarna is hij gaan slapen. Nu is het spulletje aan de bakkerij. En dan haalt hij ons hier zo meteen voor de deur op. Eline en Stan hebben ook gewerkt. Die zijn er eigenlijk nog even omkleden. Douchen en omkleden. En dan gaan we zo. En dan zullen we eens zien wat de dag gaat brengen vandaag. Doen er 25 mee. En ja, het is gewoon leuk om mee te doen, om andere ijsbereiders weer eens te zien, een ander praatje te hebben. Ja, er zijn zulke wedstrijden natuurlijk altijd erg leuk voor. Papa gaat zijn... Ja, we zijn op de gelato-wedstrijd. We hebben wel gezegd dat we naartoe gingen, maar niet dat we er waren. En, ja, dat is wel grappig, iedereen deelnemen. Er zijn er best wel veel. 25. Je krijgt een kiel. Hoe noem je zoiets op school? Wat? Bakkers kiel, hè? Buis. Dus nou hoor ik er echt bij. Een beetje groot. Ik zie jou nooit met zo'n ding aan. Oh, dat is in Italië. Ja, dit is een wedstrijd die wordt georganiseerd door Carpigiani. En dat is een ijsmachine leverancier. Dat is wel heel leuk. De wedstrijd is altijd goed. Goed om zelf wat van te leren. En over na te denken over je vak. Is die finale dan ook op de SIGEP of niet? Ja, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Oh, dus als je wint, dan moet je nog naar Italië. Je moet hier ook. Er zit ook een rij knoopjes achter. Nou, dat maakt niet uit. Hij zit toch? Er zit geen knoopjes. Nee, ik moet het dan zo. Er zitten wel knoopjes. Oh ja. Echt, hè? Dat moet ik eerst doen. Ja. Ja, hè, hè? De. Ja, bij onze schooldingen heb ik ze druk. Van die druk dingen. Is het mooi, het is Italiaans design. Maar wij gaan sowieso naar het SIGEP, dus. Dus ja, je mag best winnen, papa. Ja, je mag best winnen, we gaan toch. Ja. Het moet alleen wel net een goede dag te zijn van de wedstrijd. Dus jullie tickets ook. De tickets hebben we al geboekt, de vliegtickets. Ja, hoeveel gaat het uit? Volgens mij 21. Januari. Ja. Oh, dat is bijna al twee maanden. Er is ook een kleine beurs hier zo. En deze bakker, dit is echt schitterend. Die kun je echt de hele tijd naar kijken. Gemaakt door een Italiaan, die mannen kennen dat natuurlijk. Ja, het is heel mooi, alleen in het seizoen is hier eigenlijk geen tijd voor. Maar ik vind het wel heel mooi. Nou, papa is daar klaar? Nou. Decoratie en er zit een deel van de gedroogde croissants. Dat moest wel lachen, dat gerrit hier van de buurman allemaal bakjes met spulletjes staan. En bij jou zag je één bak croissants, pruimels en één bak chocolade. Er kwam er alleen een ijsbereider naar mij toe. Poezenijs, ik zie het al. Ja, want de TikTok, hè? Ook bij hiernaast, Seaside Light.
En de andere is van de orange. Krompoes, bij jou. Maar ja, het gaat ook om de smaak. Het gaat niet altijd alleen om de naam. De smaak is belangrijk bij deze wedstrijd. Zeker. Het gaat niet alleen om de naam, hè? Jij moet zo meteen zeggen, als jij jouw uitleg moet geven, ja, ik speel altijd graag in op de hypes. De hypes, ik ben heel hip. En nou met die met de bakkerijsmaak, ik had ook ik had ook een TikTok met 500.000 views. Maar ja, in principe mag de machine aan. Ja. Spannend. Concentratie. Nou, papa is bezig. Hè? Met zijn ijsje. Ja. Lukt het? Ja, ja. Wil ik keer stappen? Nee, ik moest filmen voor mama. Nou, het ziet er mooi uit, toch? Ja. Ja, precies. Ja, kippenvel. Gooseberries, oftewel kruisbessen. Ja, dat is mijn eigen van ricotta en vervet. Een citroenachtig plantje. Daar heb ik dus een margaaf bij van honing met kruisbessen. En daar overheen heb ik de overgebakken kaneelsuiker en pepernoten. En ik zelf vind ja, een spannende smaakcombinatie waar mijn haar op mijn arm positief in omhoog kan staan. Ziet netjes uit dan? Ik heb eerst water, honing en mijn bindmeel met mijn boterham. Dat heb ik na op. Wat zei hij nou? Nee, weet ik niet, maar het is dat je ze zo filmt. Er staat wel druk op de jury nu. Er staat heel veel druk op de jury. Dat vind je allemaal leuk. Vandaag is er eigenlijk een beetje dit eigenlijk een product waar al jaren op school natuurlijk weer een beetje via TikTok en de socials geïntroduceerd. En hij heeft het gedaan met een Ruud Chocola. Dus je hebt een croissant en bak je ook al af. De Ruud Zwitserbroodjes en de Ruud Chocola. En hij heeft kompoes genoemd. En dat is gewoon voor de bakkers een welkomende. Ja, welkom in de producten in deze periode. Ik had wel een idee, maar ja, dit kwam en ik denk, ja, ik ga het maken. Dus we hebben eigenlijk een familiebasis, eigenlijk een Zwitserse loopbasis. Dat ik een beetje aan ga denken. We hebben ook een grote afgedraaid en straks een stel van Rieke Chocola. Het is gewoon een heel toegankelijk ijsje, dat vind ik altijd belangrijk. Wij zitten in een beetje boerendorpjes, dus ik kan allemaal wel met die tuin door een ijs verkopen bijvoorbeeld ook. Ik hoorde net voorbij komen in shop, dat was mijn favoriete smaak eigenlijk. Maar ja, dat wordt niet echt genomen en de allemans vrienden die gaan heel goed bij ons, dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Het is wel een lekkere versie op het familie-ijs eigenlijk. Ja, familie is ons meest verkochte ijs. Daarom is Stracciatella. Ja, een beetje de combinatie. De pesta shake.
En zo. De wedstrijd is voorbij. We gaan nu ook wachten op de uitslag. Maar iedereen mag nu alle ijsjes proeven van alle deelnemers. Dat is wel heel leuk. We hebben net al 8 smaakjes geproefd ongeveer. Dan kijk maar wat een rij bij de ijsvitrine. En dan scheppen ze van school allemaal kleine beetjes. En iedereen staat lekker te proeven. En dat is wel leuk. Nou, en dan doe je als ijscommando doe je namelijk, ik kan die van jou proeven, die was lekker. Of dit of dat. Ik had één smaakje met kaneel, dat was wel heftig. Eentje met zuring. Met confuse, dat is een beetje saai eigenlijk, een beetje standaard. Ferrero Rocher was heel lekker, maar ik weet dan niet of Ferrero Rocher dan weer zo'n unieke smaak is. Multiballetjes. Ja. Dat hadden we ook kunnen doen, maar dat heb ik al geprobeerd en dat was geen succes. Dus dan doe je dat niet. Ik zo'n beetje opgevroren. Ja, nee. Nou, het draait goed hoor, de ijssalon. Ja? Allemaal ijskommanden hier. Jan Hagelkerk. Ja! Ja! Domingo Tol. Toen waren we weer thuis. En dat is dus geen prijsuitreiking. Dus ik kan iedereen wel raden wat onze prijs was. De poedelprijs. Vierde. Nee, niet bij de top 3. Ik heb wel een hele mooie medaille. Die ligt in de auto. En ik heb alle ijsbereiders die er waren allemaal weer gesproken. Dat was leuk. Nee, dat licht staat echt al een week lang avond. Ja, dat gaat niet uit. Krijg je niet meer uit. Ja, wij zijn weer thuis. Dit was een dagje uit ons leven. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.